Ik ben Rico. Ik zit op de HAVO op het Herbert Vissers College. Na school heb ik bijles en dit doe ik in de studeerkamer. Ik ben Renske en ik ben dagbegeleider van de studeerkamer. Ik bied de leerlingen een stukje rust waar ze hun huiswerk kunnen maken. Welkom weer in de studeerklas. Ik zie dat jullie je drinken allemaal op hebben, dus we kunnen lekker weer aan de slag. Als ik binnenkom in de studeerkamer, pak ik gewoon het drinken en dan ga ik aan mijn werk. Omdat ik nu op school huiswerk gemaakt heb, heb ik bijna geen stress meer. Thuis kon Rico niet helemaal het ritme vinden van leren of stelde het uit en werd daardoor wat onrustig. En nu komt hij heel vrolijk thuis en hebben we het idee dat het huiswerk grotendeels klaar is. Bij mij in de huiswerkklas is het echt muisstil. Maar leerlingen kunnen altijd even met elkaar overleggen. Als ik een vraag heb, dan kan ik dat gewoon aan een begeleider vragen. Mevrouw, ik heb een vraagje. Omdat ik nu gewoon veel meer op het vak gericht ben, pik ik meer op. Dus ik hoef minder te leren, waardoor ik gewoon een betere cijfer op mijn toets haal. Ja, wij zijn als ouders heel erg blij dat het HVC de studeerkamer aanbiedt. En wij zien ook werkelijk een resultaat in de hogere cijfers die Rico haalt. Ik vind het heel fijn om nu in de studeerkamer te zitten. Hier gaan mijn cijfers gewoon veel beter. En ja, ik ben gewoon heel blij dat dit er nu is.